Dit is NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over de router. Nou Ricardo, dit is dus een router. We hebben ooit in het vorige, een van de vorige filmpjes, heb je het heel kort over router gehad, met die switches. Dat klopt. Maar nu wil ik toch even wel iets meer weten over een router. Dus wat is het nou precies? Nou, een router, ja, wat is het? Waarvoor gebruiken we het? Een router gebruiken we voornamelijk is wanneer we toch binnen een netwerk alle computers goed met elkaar te kunnen laten communiceren. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom wij een router nemen. Daarnaast merken we ook dat alle routers, vrijwel alle routers die wij kennen, hebben of van die grote antennes erop. Ja. En dat is dan weer bedoeld voor een betere wifi. Dus ook om de apparaten draadloos goed te kunnen voorzien. Oké, maar dat vertelde je vorige keer ook. Volgens mij geven alle providers geven al toch al een router? Ja. Ik merk zelf dat de meeste providers al een modem router leveren. Dus eigenlijk zou je zeggen, deze hebben we hoeven niet meer aan te schaffen. Ja. Maar uit mijn ervaring merk ik wel, is bij de meeste mensen thuis, is dat voornamelijk de wifi het toch wel laat afweten. En dat merk je toch wel bij de meeste providers, merk ik dat. En dan zou je zeggen van nou, wat kunnen we dan doen om dan toch nog een betere wifi te creëren? Er is veel meer mogelijk nog, echt veel meer mogelijk, maar een van de makkelijkere oplossingen is het aanschaffen van een router. Oké, en deze kan dus gewoon worden aangesloten op de router van je eigen provider? Ja. Dus dat bijt elkaar niet? Zal elkaar niet bijten. Oké, dus als je dus zegt van oké, ik heb dus een slechte, met name een slechtere wifi-verbinding, dan plug je eigenlijk deze gewoon aan je bestaande router van je provider en dan heb je gewoon een beter bereik. Ja. En tevens, als we dus meerdere apparaten thuis hebben, dan praat je over telefoons, tablets, laptops, computers. Dus des te meer apparaten gaan verbinden aan een router, des te moeilijker een router het krijgt. Okay. En nou merk ik ook is dat de modemrouters die geleverd worden door de internetproviders, dat toch wel na een apparaat of 5, 6 het toch wel moeilijk kan krijgen. En schaffen we nou een router aan, zelf aan, wat toch al een beetje krachtiger is, ja, dan merk je dat we toch al naar de 12 tot 14 apparaten kunnen gaan. Oké, dat is wel echt vind ik een extra motivatie om zo'n router te kopen. Ja. Nou, dus simpel gezegd, heeft u slechte verbinding, dan is het handig. Heeft u meerdere apparaten, zeker meer dan 5 stuks, met name wifi-apparaten, is het ook. Ja. Ik zeg er wel bij, ja? Het is niet de enigste oplossing om een betere wifi thuis te krijgen. Zeer zeker niet, maar het is wel een van de makkelijkere oplossingen en die ook goed functioneren. Oké, en is het zo dat het ook echt voor een leek te installeren is? Of is het toch handig om iemand erbij te halen die een beetje kennis heeft over computers? Een router is, naar mijn mening, ook zelfs door een leek goed te installeren. Oké. Maar mocht dat niet zo zijn, dan kun je het altijd bij jou langs. Dat kan altijd. Ja. Nee, je hebt altijd handig naar de kijkers. Dus ik denk dat dit weer een korte, duidelijke uitleg was. Mag ik u bedanken voor het kijken en tot ziens. Tot ziens.